En het telecommunicatiebedrijf Telesuur en Kerpelanis NV hebben elkaar gevonden. De twee bedrijven hebben afgelopen woensdag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De overeenkomst houdt in dat Telesuur als provider optreedt voor Kerpelani als virtual mobile operator. Waarnemen Telesuur-directeur Mike Antonius en de directeur van Kerpelani NV, Vijay Kerpelani, noemen de ondertekening een mijlpaal die is bereikt na uitgebreid en intensief overleg. Met deze win-win retail benadering brengt Telesuur zijn producten en diensten nog meer binnen het bereik van de consument. Het bedrijf hoopt op die manier de consument tegemoet te komen met telecommunicatiebehoeften. Dit primeurtje werd afgelopen woensdag meegedeeld aan de aanwezigen tijdens de afsluiting van de activiteiten in verband met het 35-jarig bestaan van Telesuur en Theater Thalia. Waarnemend directeur Antonius verwoordde het als volgt. Vanavond willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u ook het voorrecht te geven. U bent de eerste in de samenleving aan wie wij dit gaan vertellen. En ik zal daarom wat zachter praten. En wil daarvoor uitnodigen Vijay Kerpelani. En ik wil alvast aankondigen dat wij Telesuur en Kerpelani een overeenstemming hebben bereikt. Dat Kerpelani kom ook op het Telesuur-netwerk zich zal gaan profileren. En dat hebben wij gisteren kunnen bezegelen. En u heeft het voorrecht om dat vandaag van ons te vernemen. We zijn werkelijk heel erg gelukkig dat na een periode van enkele maanden onderhandelen we een overeenstemming hebben kunnen bereiken. Waardoor we op het Telesuur-netwerk ons product kunnen brengen. De bedoeling is dat we launchen ergens in januari. Maar stay tuned, er zullen bekendmakingen zijn. We zijn in elk geval zeer geprivilegeerd voor het vertrouwen dat Telesuur ons gehad heeft. En ik denk dat samen twee Surinaamse bedrijven met een historie een heel goed resultaat voor de consument zullen betekenen. Thank you Mike, thank you Telesuur, thank you RVC voor het vertrouwen. En we kijken naar een bijzonder goede en gezonde samenwerking. Aldus Vijay Kerpelani van het gelijknamig bedrijf. Hij sprak afgelopen woensdag tijdens de Telesuur jaardag afsluitingsactiviteit en tevens een grand tangi aan de zakenrelaties en partners van het bedrijf.